Aankomend weekend Interland weekend en daarom oefende Heerenveen op deze mooie donderdagmiddag tegen PEC Zwolle. In het eigen Abel Enstra stadion wat toegankelijk was voor het publiek. En die zagen Heerenveen beginnen met een sterke opstelling, maar uiteraard zonder de internationals. Onder andere Amin Sar, Ibrahim Drezovic, Nicolas Madsen en Milan van Ewijk mochten zich melden bij hun nationale team. Heerenveen wat vandaag staat onder leiding van trainer Roeland ten Berge. Normaal trainer bij de vrouwen, maar vanwege zijn opleiding bij de KNVB traint hij vandaag een wedstrijd van het eerste elftal bij de mannen. Dit is Tibor Halilovic. Mooie bal op Sidney van Hooijdonk. Kan alleen op de keeper af en dan zou daar de voorsprong voor Heerenveen moeten zijn. Maar Mike Houtmeijer, doelman van Zwolle, houdt die bal tegen. Vrije trap Zwolle. Van een aardige afstand. Maar die zijst maar net over. Zien ook het publiek en de collega's lekker in de zon. Dit is Arjen van der Heijden in de omschakeling 2 tegen 2. Speelt die bal naar Van Hooijdonk. En deze keer gaat hij er wel in. Keeper zit er nog aan. Maar niet goed genoeg. En dan staat Heerenveen alsnog op voorsprong in de eerste helft. Door het doelpunt van Sidney van Hooijdonk. Wist het net al één keer te vinden in de Eredivisie via een penalty. Hij scoort dus nu ook weer in deze oefenwedstrijd. We gaan dan rusten met deze 1-0 voorsprong. En Heerenveen met veel wijzigingen in het team. Jongere jongens krijgen ook de kans. En dan zien we toch ook gelijk dat Zwolle erg gevaarlijk wordt. Hier goed gered door Xavier Maus. Vandaag op doel. En ook in de 60e minuut gaat Zwolle veel wisselen. Dan zien we daar ook jonge jongens de kans krijgen. Het is Tahiri met een goede bal op Levi de Wilde. Is er vandoor. Schiet die bal dan maar net voorlangs. Mooie kans voor Levi de Wilde. Met een moeilijke hoek. Zwolle neemt geen genoegen met de achterstand. En we gaan richting het einde van de wedstrijd. De Zwollenaren ook heel gevaarlijk worden. Dit is Chardy Landou. Levensgrote kans. En hij stuit op de knie van Xavier Maus. Daarna wederom Zwolle. Weten ze dan toch nog de gelijkmaker te vinden. Mees de Wit. Maar goede redding, wederom, van Xavier Maus. En mede dankzij hem wint Heerenveen hier vandaag met 1-0 van Zwolle. En dan gaan we nu een eredivisieloos weekend in. En begint vanaf volgende week de voorbereiding voor de wedstrijd uit bij Sparta.